Het is even zwaar, hè? Ja, het is... valt niet mee, hoor. Nee, hè? Nee. En dan ga je heel stiekem op een stoel zitten. Terwijl ik hier meteen ga uitstarten. Ja. Ja. Dan kan ik ook een kampioen worden op die manier, hè? Ja. Huub van Beijnen is een levend standbeeld. Hij staat dus uren achter elkaar stokstijf stil. Theo Maassen was daardoor geïntrigeerd. Toen heb ik hem een keertje aangesproken. Toen vroeg ik of ik een foto van hem mocht maken. Ik wou hem graag in eerste instantie fotograferen. Het ging een beetje kletsen. En ja, gaandeweg dacht ik van, wat is dat een bijzondere man. En ik wil het graag vastleggen van hoe hij is. En hoe die denkt en hoe die praat en wat hij doet. En zo is het begonnen. De morgen moet ik. Ik ga er staan. En ik bied wat om hulp. De film is de eerste stap van Theo Maas op het filmmakerspad. Samen met jeugdvriend Marco Jans heeft hij het bedrijfje Video 2000 de luxe opgericht. De ontrechte kampioen is zeker niet de laatste film van de twee. We hebben eigenlijk heel veel ideeën, maar dat heeft een beetje tijd nodig. Maar ongetwijfeld gaat er nog wat komen. De première van de ontrechte kampioen was voor een volle zaal bij het filmfestival in Utrecht. Het filmmaken bevalt Maassen zo goed dat zijn fans hem voorlopig niet terugzien als cabaretier. Theo Maassen, filmmaken. Ja. Ik vond het wel goed staan in het boekje. De film De Ontrechte Kampioen won geen gouden kalf. Maar Theo Maassen leende eerder een Europa Cup van PSV. Maar toen dacht ik, fuck, wat met een UEFA Cup kan... Dus heeft nu de winnaar van dit gouden kalf een lege plek op de schoorsteenmantel.